tijd voor het rondje langs de buitenlandse velden met onze expert Suleiman Özturk. Laten we beginnen met Memphis. Hij heeft een basisplaats geëist, maar hij laat het niet alleen met zijn mond zien, maar ook met zijn voeten. Ja, en ik begrijp Memphis wel, hè, zeker na zo'n wedstrijd. En opnieuw belangrijk te zijn voor Lyon. En was in de Champions League natuurlijk ook belangrijk voor Lyon. Is belangrijk voor Oranje. Heeft een bepaalde status bereikt. En heeft nu een trainer die hem af en toe buiten de basis laat, slash rust geeft. Hè. Dat is de vraag. Ze spelen natuurlijk veel wedstrijden, ook in de Champions League. Ze hebben Moussa Dembele gehaald uit Schotland voor heel veel geld. 25 miljoen euro. Spits, die moet ook spelen. Maar ik begrijp Memphis heel goed. Ik bedoel, als je zodanig presteert, hij heeft bij Lyon zit echt op zijn plek. Sterker nog, hij is toe aan een stap hogerop. Heeft zich bij Lyon bewezen. En dan heb je het met een trainer te maken die je af en toe op de bank zet. Dan snap ik wel dat je als spits en als Memphis zijn daarvan baalt en je uitspreekt. Of het handig is een tweede. Maar hoort hij in de basis, ja of nee? Ja, natuurlijk hoort Memphis in de basis. Deze Memphis kun je niet passeren. Dan de Clasico. Suarez kreeg natuurlijk alle lof omdat hij 3 keer scoorde. Maar wat mij vooral opviel, Sergio Ramos, Varane, die presteren gewoon niet dit seizoen. Ja, het is natuurlijk niet alleen de Clasico. Het is al een heel seizoen een beetje gaande. En als jij als team 20, 30, 40 meter soms vooruit moet spelen omdat de trainer een bepaalde filosofie heeft. Maar de spelersgroep pikt dat niet op. Dan word je als verdediging al snel kwetsbaar. Dat is bij andere trainers ook gebeurd in het buitenland. Lopetegui heeft het nu bij Real Madrid. Onder Zidane was het hele team afgestemd op Ronaldo en het tegenaanval. En was Casemiro iemand die ballen tegenhield. Nu zie je dat Real Madrid de bal wil hebben. Maar als ze hem verliezen, ja, wat dan? En dan zie je dat Varane kwetsbaar is. Dat Ramos bij een achterstand heel graag de aanvoerder speelt. Hij is ook de aanvoerder. En dan zie je hem echt als spelmaker van achteruit gaan opereren. En heel vaak naar voren rennen. Waardoor Real Madrid eigenlijk nog kwetsbaarder wordt. En dat zag je ook in de Clasico gebeuren. Marcelo die zich met het spel gaat bemoeien. Er zijn een aantal wisselingen geweest in de tweede helft. En op een gegeven moment zie je, als je het beeld stilzet, de veldbezetting. En dan zie je eigenlijk één centrale verdediger staan rond de middencirkel. En de rest is bezig met aanvallen. En dan ga je ten onder als trainer. En dat is ook heel veel Nederlandse trainers overkomen. Frank de Boer, Crystal Palace, Inter, Philippe Cocu nu in Turkije, Lopetegui, Real Madrid. Eigenwijze trainers. En Diego Simeone heeft daar altijd wel een mooi antwoord op. Die zegt, je moet nooit denken dat je als trainer groter bent dan de spelersgroep. Punt. Lopetegui, dat is ja, zeer waarschijnlijk einde verhaal. 9e met Real Madrid. Nu wordt Conte heel vaak genoemd als opvolger. Is dat een goede match, denk jij? Nou, dat moet nog maar blijken natuurlijk. Die heeft ook een hele sterke overtuiging over hoe voetbal gespeeld moet worden. Dat hebben we bij Chelsea kunnen zien. Dat werd een machine onder hem. Na een moeilijk begin. 4-5 wedstrijden. Maar ik ben heel benieuwd hoe dat bij Real Madrid zal evolueren. Met 3 man achterin. Met wingbacks. Wie gaan er dan staan? Marcelo als wingback. Gareth Bale. Wat moet je daarmee? Want die vond ik heel erg tegenvallen. Jij noemde dan Varane en Ramos. Maar Gareth Bale die over het veld shockt. Voor iemand van 100 miljoen euro. Die moet na het vertrek van Ronaldo de grootste verdette zijn. Maar laat het geen moment zien en is te beroerd om bij balverlies zijn medespelers te helpen. En als dat niet gebeurt in een elftal, dan is een elftal dood. En dan kun je als trainer zeggen wat je wil. Maar als een elftal dat niet kan opbrengen voor elkaar, dan kan het dus 5-1 worden tegen Barcelona. Cocu noemde hij net al even. Ik had er meer verwacht eigenlijk. Cocu is naïef geweest. Hij is gewaarschuwd door de buitenwereld. Cocu en Fenerbahce, dat is geen match. Maar Philippe Cocu heeft te maken gekregen met een club waar een nieuwe voorzitter zat. Een nieuwe technisch directeur. Het hele elftal is veranderd. Hij moest vernieuwen en een nieuwe manier van spelen opleggen aan die spelers. Maar ik heb het idee dat ze amper naar hem luisterden. Want het voetbal van Fenerbahce. Hij kijkt heel veel wedstrijden. Ik vind vaak heel veel wedstrijden wel slecht. Maar wat Fenerbahce deed, dat leek niet op voetbal. Dat was echt. Ik had soms het idee of het basketbalelftal op het veld stond. En dat Cocu per ongeluk langs de kant stond. Het was echt verschrikkelijk. En 15e staan met Fenerbahce. Ah, dat is niet uit te leggen. Dat is echt ongelooflijk. En Fenerbahce, zo'n club, die kunnen niet degraderen. Maar met Cocu kennelijk wel. De trainer moet vooral zorgen dat hij het optimale rendement uit een spelersgroep haalt. Dat is Peter Bosz bij Dortmund niet gelukt. Dat is Frank de Boer bij Crystal Palace en Inter niet gelukt. En dat is Philippe Cocu bij Fenerbahce niet gelukt. Dan even een tragedie wat we toch even moeten bespreken. De voorzitter van Leicester, omgekomen. Ja, heel tragisch. En dit is wel een bijzondere man die heel geliefd was. Hè. Heel veel voorzitters zijn niet zo geliefd. Zeker niet in de Premier League. Omdat ze vooral voor ellende zorgen en voor degradaties. Maar deze man heeft die club gekocht in het Championship. Dus Leicester City had enorme schulden. Leek failliet te gaan. Toen Kasper Schmeichel in 2011 kwam, zei die voorzitter tegen Kasper Schmeichel, we gaan kampioen worden. Toen moest Schmeichel vooral lachen, want die dacht, oké, vreemde man. Beetje gek.
Maar in 2016 werd het kampioenschap toch echt gevierd in de keuken van Jamie Vardy. Ja, ik moet nog vaak denken aan die titel. En dat heb je niet heel vaak met kampioenschappen van Engelse clubs. Hè. Ik moet regelmatig nog denken aan het doelpunt van Sergio Aguero. Maar Leicester City heeft het voetbal een beetje teruggegeven aan de gewone man. Dat ook kleinere clubs kampioen kunnen worden. Dat was de droom van Leicester City. Het voetbalsprookje van Leicester City. En daar was hij eigenlijk met zijn geld verantwoordelijk voor.